Chantal Jansen heeft zich op vorstelijke wijze uitgelaten over haar teleurstellende kijkcijfers. De manier waarop ze reageert, dient als een voorbeeld voor andere televisiesterren, zonder excuses, maar met een koninklijke gratie. Het hoort bij het werk, verklaart ze stoïcijns. De bekende TV-flop Bingo, waarbij excuses en verklaringen als DWDD's vroege dagen en het succes op Videoland als pleisters worden gebruikt, lijkt Chantal niet te interesseren. Ze spreekt rustig en kalm, in lijn met RTL over de tegenvallende resultaten van de piano. In een interview met de Telegraaf erkent ze de situatie zonder omwegen. Het is jammer dat het programma niet het succes heeft behaald waarop we hoopten. Natuurlijk wist ik dat RTL met de piano een risico nam. Dat vond ik alleen maar moedig. Geen ontwijkingen, geen uitvluchten. Chantal toont zich loyaal aan haar werkgever. Ik ben in dienst van deze zender dan moet je ook dienstbaar zijn en samen risico's nemen, zelfs als je niet zeker weet of iets een hit wordt. Dat hoort nu eenmaal bij mijn werk. Maar hoe dramatisch zijn die kijkcijfers eigenlijk? Volgens kijkcijferexpert Tina Nijkamp zijn ze heel slecht. In haar podcast Tina's TV Update deelt ze haar verbazing, het was een pittige dag, jeminee. De piano van Chantal Jansen is compleet weggezakt en trok slechts 345.000 kijkers, minder dan veel andere zenders niet te redden, volgens Tina. Het is echt een flop geworden en het slechts scorende programma op primetime voor RTL 4 sinds samen uit samen thuis. Dat heeft slechts twee weken gelopen en is van de buis gehaald. Zo pijnlijk zijn de kijkcijfers dus voor Chantal. Tina waarschuwt voor mogelijke imagoschade voor Chantal nu ze achter elkaar televisieflops lijkt te verzamelen. Maar Chantal ziet het anders, daar moet je niet over klagen. Ik ben trots op wat we hebben bereikt.